Job, hoe kijk jij terug naar de wedstrijd tegen Ajax? Nou, toch wel, in ieder geval over het eerste uur, in ieder geval met een goed gevoel. Ik bedoel, we speelden goed, kwamen op voorsprong, kregen nog een paar goede kansen. Ja, uiteindelijk toch wel met een zuur gevoel, aangezien je toch verliest. Want ik had wel het gevoel dat dit echt een kans was om Ajax hier te verslaan. Terug naar die negende minuut, wat heb jij meegemaakt? Oh, nou volgens mij ging het, ik had niet door dat het per se de negende minuut was, maar ja, de hele wedstrijd merk je natuurlijk dat het publiek heel veel steun gaf aan Fran en terecht ook, ik bedoel, dat verdient hij. En, dat hebben we heel de wedstrijd wel gemerkt, je zag natuurlijk een hoop Spaanse vlaggen, Fran zijn liedje kwam een aantal keren voorbij. Nee, het was hartstikke mooi inderdaad om dat te zien en hoe het publiek hier zijn steun gaf aan een ploeg en aan Fran, want dat gaf ons natuurlijk ook enorm veel energie en kracht. En ja, dat hebben we lang volgehouden. Alleen in de laatste fase ja, zie je dat Ajax toch kwaliteit heeft en dan die wedstrijd over de streep trekt. In principe een rare week, want je wint dan 3 keer achter elkaar, ontmoet een Ajax en je weet dan dat die wedstrijd ongeacht de uitslag helemaal in het teken staat van Fran. Een bepaalde emotie heerst hier in het stadion. Hoe heb je dat binnen de spelersgroep gemerkt? Nou ja, voor ons stond het natuurlijk gewoon in het teken van de wedstrijd. We hebben dat niet zo beleefd zoals je nu zegt. Maar ik denk het vooral door Frans zelf, hoe hij positief erin stond. Ons de kracht gaf en ons aanmoedigde om vooral vol gas door te gaan. En ervan te genieten dat we op het veld mochten staan. En dat gaf ons enorm veel enorm boost en kracht om die wedstrijd voor hem te proberen te gaan winnen. En dankzij zijn positieve houding konden wij de knop goed omzetten. Ondanks dat het nieuws natuurlijk nog vrij vers was. En ons absoluut wel een tik was natuurlijk voor de hele groep. Maar ik denk het door hem dat we het al een goede wedstrijd op de mat konden leggen. Wat je zegt, de knop moet om. AZ staat te wachten. Jij gaat even terug naar Alkmaar. Deze wedstrijd zit nog vers in het geheugen en is nog maar net gespeeld. Maar inderdaad, eind deze week gaan we naar AZ toe. Net zo'n pot als al anderen inderdaad. Maar inderdaad een extra tientje voor mij omdat ik van die club gehuurd ben. Dus ik heb er wel zin in. Maar, en ook het gevoel dat wij daar wat te halen valt. Dus laat maar komen. Er komt best een belangrijke weken voor ons aan. Want het zijn wedstrijden die wij kunnen winnen. We hebben in principe de top 3 al gehad. Hoe beleven jullie dat? Gewoon met enorm veel vertrouwen. Omdat we laatste voor Ajax hebben 3 wedstrijden gewonnen. We hebben allemaal heel goed door dat we steeds beter worden. En dat we op het moment dat we veel energie in die wedstrijd leggen. En daarnaast ook gewoon goed gaan voetballen. Het bijna iedereen heel moeilijk kunnen maken. Dus wij hebben ook echt het gevoel dat we gewoon een hoop ploegen kunnen winnen. Mits we dat soort dingen vooral goed doen. Dus de laatste wedstrijden hebben ons enorm veel vertrouwen gegeven. En wat dat betreft is dan iedere wedstrijd belangrijk. Alleen het is inderdaad zaak dat je die wedstrijden tegen concurrenten die de komende weken zullen volgen, dat je die zult winnen. Wat was het grootste verschil tussen de eerste week dat je hier rondliep en nu? Nee, wat ik zeg, toen inderdaad hadden we wat wedstrijden verloren. We gingen een ander systeem spelen, wat we nog niet zo lang deden toen. Daarin zijn we absoluut gegroeid. Ik denk dat iedereen dat ziet. En dan helpen inderdaad overwinningen. Ik bedoel, dat geeft natuurlijk vertrouwen, want die haalden we in het begin niet. Nu wel, dus dan gaat het proces wat sneller. Maar we zijn absoluut gegroeid en we spelen veel beter als die eerste weken. En zoiets komt natuurlijk ook met de tijd. Maar ik denk dat het beste medicijn is gewoon 3 punten. En die zijn de laatste week ook behaald.